Ja, ik wil je toch nog eventjes laten zien wat er aan het gebeuren is op mijn LinkedIn-profiel. Wel even belangrijk, want wellicht heb je met mij geconnect of heb je een bericht gestuurd naar me. Maar ik denk, ik ga je toch heel eventjes op de hoogte houden, want het is een beetje ontploft. En zonder poeha, denk ik laat het maar gewoon aan je zien. Zoals je hier ziet, heb ik een 11.000 views op de post gekregen. En dat valt op zich nog wel mee, maar daar krijg ik likes en connecties uit van mensen. En daarom wil ik je even laten zien dat het wat langer duurt dan normaal. Dus hier schrok ik al van. Het waren meer dan 11.000 views. En dat had met name te maken met dat ik dat, volgens mij heb ik het vanochtend gepost of gisteravond. En hier ook mijn netwerk ontploft een beetje, want er zijn 93 mensen die met mij willen connecten. En er staan ook allemaal berichten in, dus die ga ik ook allemaal beantwoorden. Dus maak je geen zorgen. Ik kom eraan, alleen ik ben nog heel eventjes bezig met alles aan het verwerken. En ook mijn mail die staat nog even bol. Waarschijnlijk komt het omdat ik een online training heb gegeven en gisteren nog even voor de klas heb gestaan. Op het event of bij je trots op trainers in Doorn. En ook hier in mijn messaging, ja, het loopt een beetje hard. Dus ik denk, ik ga je even laten zien dat je er wel ongetwijfeld tussen staat. Maar ik moet nog eventjes reageren. Dus dat ga ik ook eventjes doen, absoluut. Dus maak je geen zorgen. En ik wil je ook eventjes laten zien dat het. Want ik kreeg veel vragen nog van mensen die nog bij het event wilden zijn. En dat was het LinkedIn Social Selling Expert Event op 8 september. Dat is het event waar je met je laptop zelf aan de slag gaat. Op social media heb je nodig no like trust. Dus mensen moeten je leren kennen. Je hebt nodig dat ze je moeten gaan waarderen, moeten gaan liken, et cetera. Dus daarvoor moet je content plaatsen. Content is artikelen, video's en noem maar op, berichten. Updates plaatsen, zodat mensen kunnen zien wat jouw expertise is. Wat deel jij met de wereld, zodat je hun beter kunt helpen? Of in ieder geval het beginstukje, zodat ze jou gaan vertrouwen. Dat heb je nodig op social media. En wat we deze dag gaan doen is achter je laptop ervoor zorgen dat je echt een klantgericht profiel krijgt. Dus weet je, van header bovenin tot en met de titels, tot en met de media, waar moet je op letten? Maar ook hoe vind je nu daadwerkelijk je doelgroep? Dus hoe ga je die doelgroep nu vinden op LinkedIn? Wat moet je daarvoor in toetsen? En hoe zorg je ervoor dat je niet alleen maar die simpele zoekmachine van LinkedIn, hoe kun je die veel breder maken? Hoe kun je succesartikelen vinden? Dat soort dingen gaan we allemaal meenemen. En we gaan ook met je contentplan aan de slag. Zodat je straks een titel hebt, een post hebt, jouw LinkedIn-post, die echt daadwerkelijk ertoe gaat doen. Dus dat je veel views hebt. Hoe zorg je ervoor dat je continu weer in de timeline bent? Want weet je, als je een goed klantgericht profiel hebt, met de juiste keywords erop en alles valt en staat daarmee, en je kijkt naar de doelgroep. Dan zul je zien dat zij jou interessant gaan vinden. En dat resulteert in telefoontjes, belletjes, et cetera. En zo moeilijk hoeft het niet te zijn, want het kost je geen zeven van tijd. Maar op die dag gaan we dat met elkaar doen. En het lijkt mij onwijs leuk, maar dus nogmaals, omdat ik zoveel vragen kreeg, wil ik wel eventjes zeggen, ik heb nog niet iedereen kunnen reageren. De komende 3, 4 dagen, in ieder geval voor het weekend, ga ik dat allemaal doen. En dan gaan we daar alsnog een succes van maken. Dus je kunt je nog wel even inschrijven. Ik hou die inschrijving nog heel eventjes open voor je. En ik hoop je graag in ieder geval nog te zien. Ik zal nog even de link met je delen waar je dat kan doen. Dat is hier. Daar zie je ook nog even wat details over het event. €97 exclusief de BTW, lunch erbij, alles erop en eraan. En we gaan er gewoon voor zorgen dat jij je echt gaat onderscheiden ten opzichte van anderen. Weet je, maak je geen zorgen dat het je zeven van tijd kost. We gaan alles samen doen en we zorgen ervoor dat je gewoon geholpen wordt op dit event. Dus het gaat sowieso een succes worden. Dat je dit soort resultaten kunt gaan ontvangen. Ook jij, het is niet moeilijk. Nogmaals, ik besteed er zelf eigenlijk weinig tijd aan, want ik help mijn klanten daarmee. Dit is toevallig wel een exceptionele week hoor. Ik bedoel, 415 is wel heel flink. Maar je ziet het, de berichten. En ik heb niet eens zo heel veel gepost op LinkedIn. Volgens mij maar één bericht of twee berichten in de afgelopen week. Dus mensen kijken naar je profiel en als ze goed weten wat jij doet, dan kun je ze ook daadwerkelijk helpen. Dus ik hoop je daar te zien en in ieder geval excuses voor de late of delay, want dat is natuurlijk heel belangrijk voor mij om op LinkedIn snel te reageren. Dus als je denkt, waar blijft Massimo?
Dan heb je heel even live in de keuken mee kunnen kijken hoe dat is. Ik hoop dat je het leuk vindt. Mocht je nou denken, ik wil niet alleen komen op het event, neem dan iemand mee. Vul gewoon 2 in of een 3 of whatever wat jij prettig vindt. En kom met z'n 2 in. Ook superleuk. Als je maar je laptop meeneemt. Het wordt een mooie dag. Ik hoop dat je erbij bent 8 september. Check direct even je agenda. En maak nog even gebruik van deze early bird aanbieding. Oké, ik hoop je snel te zien. En als je vragen hebt, je mag ze mailen. Maar je weet het duurt misschien ietsje langer. Oké, tot snel. Ciao.